En ik loop heel graag naar voren. De heer van Erp en mevrouw van Erp Ros. Zij dachten dat ze voor elkaar kwamen. Hou elkaar een beetje vast hoor, dat is wel zo goed. Zeg, bij voor de rest is het zo goed. Adem in, adem uit. Voor mij staat een zeer bijzonder echtpaar. Dat zich met al meer dan 45 jaar belangeloos inzet voor het welzijn van zus en schoonzus Joke. Joke is doof en blind en heeft een zware verstandelijke beperking. Al vanaf jonge leeftijd woonde zij in de instelling. En vanaf haar 12e jaar woont ze in zorgvoorziening in Monster. Toen u, mevrouw van Herp, in 1995 het curatorschap van uw ouders overnam, bent u samen met uw man een lange strijd aangegaan met de zorgorganisatie waar de woonvoorziening onder viel. Uw zus kreeg namelijk niet de zorg die goed voor haar was. En samen heeft u gestreden om dit te veranderen tot een kort geding aan toe. U, meneer Van Herp, speelde hierin een belangrijke rol. Het resulteerde er uiteindelijk in dat u samen met een nieuwe directeur van de instelling meer expertise over doofblindheid het instituut is binnengekomen. In de nieuwbouw van de voorziening werd een onderkomen ingericht speciaal voor zintuigelijk en verstandelijk beperkte cliënten. Voor hen is in samenwerking met een externe partij een begeleidingsklimaat gecreëerd waar deze bewoners met veel maatwerk begeleid worden. U heeft hier samen een niet aflatende, stimulerende rol in gespeeld, waarbij u ook altijd de families van de andere cliënten wist te betrekken. En zonder uw inzet had het leven van een hele groep kwetsbare cliënten, waaronder dat van Joke, er heel anders uitgezien. Naast al deze inspanningen is er dan ook nog de gewone zorg voor Joke. Iedere maandag gaat u gezamenlijk met haar op stap, zwemmen en dan gezellig samen een patatje eten. U, mevrouw, heeft een speciale manier van communiceren aangeleerd, zodat u met uw zus kunt communiceren. En uw meneer onderhoudt de contacten met de instanties en bent een onmisbare chauffeur voor uitstapjes. Ook op momenten dat u beide gezondheidsproblemen had, bleef u zo goed als het kon voor Joke zorgen. En samen speelt u een zeer belangrijke ondersteunende rol in het leven van Joke. Meneer en mevrouw van der Herp, ik weet niet wie van u beiden het meest verbaasd is om hier op het podium te staan. En voor mij is het ook heel bijzonder, want het is de eerste keer dat ik een echtpaar doe. Dat u daarom vandaag beide in de schijnwerpen staat voor al die jaren van onbaatzuchtige zorg en liefde, is bijzonder en zeer terecht. Het is mij een buitengewone eer om u te mogen vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om u beiden te benoemen in de Orde van Oranje. Dansvereniging ruim 20 jaar geleden met hart en ziel ingezet voor het succes. De dansvereniging betekent liefde voor je cultuur. En u zegt dat in het
mijn moeder mij even helpen met de uitspraak. Trisno Budaya. In één keer goed, yes. En dat betekent liefde voor je cultuur. Dat is ook precies het doel van de vereniging. Het onder de aandacht brengen van de Javaanse traditionele en moderne danskunst binnen en buiten de Javaanse gemeenschap. Van meet af aan hebt u gezamenlijk de taak van materiaalbeheerders op u genomen. U, mevrouw, zorgt voor de make-up, het onderhoud van de kostuums en wanneer nodig, naait u zelf ook de kleding. Soms bent u tot diep in de nacht bezig om alles op tijd af te hebben. Het toont uw ongelooflijke betrokkenheid bij de vereniging. U bent zo'n vrijwilligers-echtpaar zonder wie een vereniging niet zou kunnen voortbestaan. Want u, meneer, bent ook nog voorzitter van de vereniging. Uw belangrijke werk wordt door iedereen hooglijk gewaardeerd. En het is dan ook een buitengewone eer voor mij om u te mogen vertellen dat het zijn majesteit de koning heeft behaagd om u allebei te benoemen in de orde van de Oranjezen. Het priesterschap heeft ingevuld en nog steeds invult, maakt het heel bijzonder. Een belangrijk deel van uw priesterschap was u als pastoor verbonden aan parochies in het stadsdeel Haagse Hout. Daarnaast verzorgde en verzorgt u nog steeds liturgische assistenties in omliggende gemeenten. Sinds 1993 doet u dat zelf in vloeiend Italiaans. Er is bijzonder grote waardering voor de grote betrokkenheid met de mensen waarmee u te maken krijgt. U bent een pastoor die jong en oud weet te inspireren. U speelde bijvoorbeeld een zeer belangrijke rol bij de fusies van 5 parochies tot de parochie De Drie Koningen. Met grote voortvarendheid en wijsheid heeft u dit moeizame traject begeleid en tot een goed einde weten te brengen. Ook heeft u leiding gegeven aan de restauratie en herinrichting van de Marotkerk en de monumentale kerk Paschalis Bayon. U was ook docent levensbeschouwing aan meerdere instellingen voor voortgezet onderwijs. Dat deed u met grote betrokkenheid voor de jongeren en met name voor hen die zich in moeilijke posities bevonden. U besteedde veel aandacht aan de integratie van verschillende geloofsrichtingen. Uw preken werden gebundeld in speciale uitgaven en u verzorgde regelmatig lezingen op uw vak. U organiseerde en begeleidde vele groepsreizen en pelgrimages. U doet dat alles met groot enthousiasme en inspirerend leiderschap. En dat geldt ook voor de vele bestuurlijke functies, zoals bij de KRO, Pax Christi en de Katholieke Jeugdraad. U bent gedurende al die jaren van grote betekenis geweest voor medemens, kerk en samenleving. En voor de Haagse gemeenschap in het bijzonder. Het is mij dan ook een eer en een genoegen om u te mogen vertellen dat het zijn majesteit de koning heeft behaagd om u te benoemen in de orde van de Oranjes. Als aanvoerder speelde u 16 interlandwedstrijden. Na afloop van uw actieve spelersloopbaan bent u begonnen met het geven van trainingen. Na een bestuurlijke crisis in de jaren 80 werd u voorzitter van de vereniging en kreeg u de club in 3 jaar weer op de rits. En daarna bent u nog jarenlang voorzitter geweest van de jeugd. Uw trouw aan de club blijkt ook uit uw huidige betrokkenheid bij CombiFit, het nieuwe onderdeel dat de vereniging moet versterken als ontmoetingsplaats in de buurt. Mede door uw enthousiaste coördinatie biedt het CombiFit-programma uw dagelijks activiteiten voor zowel seniorensporters, ouders van jeugdleden als buurtbewoners. In 2012 ontving ons Eibernest de titel Buurthuis van de Toekomst, een predicaat dat past bij dit mooie programma. Uw verdiensten voor de korfbalsport gaan nog veel verder. Want ook op nationaal en internationaal gebied heeft u veel voor de sport betekend. Zoals uw docenten trainerscursussen en lid van diverse commissies voor de
voor de Koninklijke Nederlandse Korfbalverbond. U heeft veel tijd besteed aan het opzetten van korfbaltrainingsleer, spelregelontwikkeling en spelregelinterpretatie. Daarnaast was u co-auteur van 2 handboeken voor korfbal. Op internationaal gebied was u actief bij de Internationale Korfbalfederatie. Onder uw leiding kregen de spelregels voor het korfbal, die voornamelijk vanuit het Nederlandse oogpunt waren vastgesteld, een veel meer internationaal gerichte focus. Hiermee heeft u een belangrijke bijdrage geleverd aan de internationale ontwikkeling en groei van de korfbalsport. Het is mij een grote eer u te mogen vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om u te benoemen in de Orde van Oranje-Nassau. U doet het altijd met het belang van uw collega's op het netvlies, zonder het algemeen belang uit het oog te verliezen. Sinds 2002 begon u als kaderlid binnen de Nederlandse Politiebond. Als individueel belangenbehartiger heeft u zich in menig lastig dossier vastgebeten. In 2012 werd u verkozen tot afdelingsvoorzitter van de eenheid Den Haag. Behalve alle bestuurlijke en uitvoerende taken, bent u ook altijd voor uw collega's. U steekt hen een hart onder de riem door hen bijvoorbeeld te bezoeken tijdens Koningsnacht, bij de inzet tijdens de voetbalwedstrijden en bij het binnenhalen van het politiedetachement op de Vierdaagse in Nijmegen. U bent een bevlogen vakbondsman die van zijn hart geen monica maakt. U voert gesprekken altijd op constructieve wijze en gaat immer op zoek naar een compromis waar dat mogelijk. Naast al deze functies heeft u nog tal van andere functies binnen de politieorganisatie bekleed, zoals het lidmaatschap van de plaatsingsadviescommissie en was u betrokken bij de organieke matching van het LFNP. U heeft de afgelopen 15 jaar zeer veel betekend voor de medezeggenschap en de belangenbehartiging binnen de Nederlandse politie. Vele collega's, maar ook bestuurders binnen de organisatie, waarderen uw jarenlange gepassioneerde inzet bijzonder. Het is mij een grote eer om u te mogen vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen in de Orde van Oranje-Nassau. De meesterschap voor uw rekening. En u boog zich over budgetten, subsidies, begrotingen en u zorgde ervoor dat de financiële huishouding steeds gezonder werd. De financiën van de vereniging werden modern, duidelijk en transparant. Dat zijn ze gebleven tot op de dag van vandaag. Een tijdrovende klus die u met grote precisie en betrokkenheid heeft vervuld. Daarnaast bent u 7 jaar lang penningmeester geweest bij de Haagse Federatie van Muziekgezelschappen. U zorgde daar wel even voor een aardverschuiving binnen de administratieve gang van zaken. U introduceerde het internetbankieren en zorgde er ook voor dat er goede financiële reserves waren. En natuurlijk ook weer transparantie van de financiën. En net als bij de drumfanfare had u hier naast het pure financiële werk ook nog tal van bestuurlijke taken. En daar zijn heel wat uurtjes in gaan zitten. Daarbovenop nam u nog een financiële klus op zich. Het financiële beheer van de Girl Guiding Den Haag. Grote liefdadigheidsorganisatie voor vrouwen en meiden in Groot-Brittannië die actief is over de hele wereld. U kwam via uw Engelse vrouw met deze organisatie in contact en heeft hier ook 8 jaar voor gezorgd dat de financiën geheel op orde waren. En zonder uw hulp en kennis zou de vereniging zich nooit hebben kunnen inschrijven als vereniging in Nederland. U hebt met uw financiële deskundigheid en ervaring een belangrijke bijdrage geleverd aan het culturele, maatschappelijke leven in onze stad. Het is mij dan ook een grote eer en een genoegen om u te mogen vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om u te benoemen in de Orde van Oranje-Nassau. U bent al ruim 40 jaar werkzaam bij de politieeenheid Den Haag. In 1982 bent u naast uw reguliere werk
ook als vrijwilliger gaan werken binnen de politieorganisatie. In die tijd werd dat nog reservist genoemd. Tegenwoordig spreekt men van vrijwilliger bij de politie. En in uw vrije tijd draaide u jarenlang surveillance diensten. Na een burn-out in 2006 bent u gaan reïntegreren bij het front office van het ketelbeslaghuis aan de Sichtenburglaan. Daar komen de op straat in beslag genomen voertuigen binnen. En toen u volledig hersteld was, pakte u het betaalde werk weer op. Maar u vond het werk aan de Sichtenburglaan zo mooi dat u het ook als vrijwilligerswerk weer oppakte. Ditmaal dus bij het ketelbeslaghuis. U bent er minimaal 1 dag per week en behandelt dan met name relatief arbeidsintensieve zaken waar veel uitzoekwerk voor nodig is. U zoekt het allemaal uit, heeft contact met verzekeringsmaatschappijen, bergers en eigenaren. Soms is in een land waar u de taal absoluut niet machtig van bent, maar Google Translate doet een hele hoop. U bent bijzonder goed thuis in de politiesystemen en u deelt uw kennis graag met collega's. Men prijst u bovendien om uw aanstekelijk enthousiasme en gedrevenheid. Met dat aanstekelijk enthousiasme en gedrevenheid wilt u echt de onderste steen boven krijgen. Op dit moment verzorgt u ook een deel van de coaching van de nieuw binnengekomen collega's. Er is grote waardering voor uw langdurige en geheel belangeloze inzet binnen de politieorganisatie. Het is mij dan ook een buitengewone eer en genoegen om u te mogen vertellen dat het zijn majesteit de koningin behaagt om het te benoemen in de orde van de Marines. Wedstrijdsecretaris, secretaris van het hoofdbestuur, organisator van grote bazaars, wat heeft u eigenlijk niet in de club gedaan? Daarnaast creëerde u sinds 2005 als penningmeester de financiën van Cardia Vrienden van Duinrust, een stichting waar u tevens het voorzitterschap van vervult. Elk jaar organiseert u een grote bazaar waarvan de opbrengst geheel ten goede komt van verzorgingshuis Duinrust. En u heeft zich met het bestuur ingezet om geld binnen te halen voor de zogenaamde tovertafel, een speciaal voor ouderen met dementie ontwikkeld spelobject. Al ruim 10 jaar bent u penningmeester van de stichting Moedige Moeders Den Haag. En heeft u nog een penningmeesterschap, namelijk dat van de ondernemerssociëteit Scheveningen. U heeft ook nog veel meer vrijwilligerswerk gedaan, waarvan ik alleen nog noem uw jarenlang bestuurswerk voor de Nederlandse Vereniging Narcolepsie en uw penningmeesterschap voor de politieke partij Scheveningen. Met uw langdurige en zeer uitgebreide belangeloze inzet heeft u met name voor Scheveningen ontzettend goed werk gedaan. En doet u dat nog steeds. Verdiensten waarvoor u in 2016 de stadsbouw van onze mooie stad kreeg. Het is mij nu een buitengewone eer en een genoegen om u te mogen vertellen dat het zijn majesteit de koning heeft behaagd om u te benoemen in de orde van de majesteit. Mensen met een verstandige beperking. De route gaat via het Westland naar de finish bij de visafstand in Scheveningen en een project dat de deelnemers tot op de dag van vandaag de dag van hun leven bespreken. Voor u begon toen u nog een klein meisje was met het helpen, ook belangrijk, met het opblazen van de ballon. Klaarzetten, nog belangrijker, dan de lunch. Door de jaren heen ontwikkelde u zich als een vrijwilliger die dit alles aanpakte waar nodig was. U ondersteunde steeds meer het secretariaat en leerde alle ins en outs. En u onderhoudt de contacten tussen de penningmeesters en de sponsoren. En nu, 27 jaar na die eerste stapjes samen met uw vader op de visafslag, bent u alweer enige jaren secretaris. U houdt heel wat ballen in de lucht voor dit prachtige evenement in onze stad. Van het uitnodigen van de deelnemers en de vrijwilligers tot het versturen van de inschrijvingswijzen. Van het coördineren van de presentjes die de sponsors
sponsorbedrijven geven, tot het controleren op de dag zelf van alle deelnemers en de chauffeurs. Want ze moeten natuurlijk wel in de juiste wagen zitten en dat is een enorme logistieke klus. U werkt natuurlijk samen met vele andere vrijwilligers, maar als secretaris bent u verantwoordelijk voor heel wat belangrijke onderdelen in dat proces. Voor uw langdurige en toegewijde inzet voor de OIVAS-run ontving u 5 jaar geleden de gemeentelijke stadsbelt. Vandaag doen we daar ook koninklijke eer bij. Het is mij een bijzonder genoegen om u te mogen vertellen dat het zijn majesteit de koning heeft behaagd om u te benoemen in de orde van Oranje-Nassau. Voor zijn inzet van de Stichting Vituskerk en de scoutgroep Sint Paulus in Hilversum, de heer Badloe, die zich heeft ingezet, en voor het hindoe-vormingsonderwijs en de hindoe-raad, en mevrouw Kort van der Meer, en zij is vrijwilliger bij de zorginstelling Pieter van Voorreest, Sportclub Monster en het thema Park de Westlands Druif. De heer Van Lingen, hij is reservist, officier bij de Koninklijke Marechaussee en bestuurslid van de personeelsvereniging van het ministerie van Veiligheid en Justitie en directeur Veiligheid bij de dienst Justitiële Inrichting. Als we allemaal straks een glaasje hebben, dan gaan we een toast uitbrengen op zijn majesteit koning. En daarna vraag ik iedereen om gezellig bij elkaar te staan voor een groepsfoto. Daarna, na de groepsfoto, laten we iedereen los. En kunt u uw geliefden feliciteren, uw vrienden en familie feliciteren met deze prachtige onderscheiding. Hoop ik dat u allemaal een hele gezellige dag heeft, waar u vast terugblikt op deze ochtend, maar waar u ook vast van denkt, goh, wat een prachtige dag. En hoop ik dat er gewoon een oranje zonnetje bij komt vanmiddag, dan komt het allemaal goed. Zullen we een toast gekomen?